Ik zou graag de heer Harry Hendricks bij u willen inleiden. Hij is, zoals u gezien hebt, voorzitter van de directie van Philips Electronics Nederland. Hij heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Na verschillende internationale functies bij Philips kwam hij in 1995 terug naar Nederland. Daar heeft hij zich een tijd lang met de marketingzaken bezig gehouden en is sinds juni 2002 voorzitter van de directie van Philips Electronics in Nederland. En hij is verder lid van het dagelijks bestuur, onder andere naast andere functies van VNO-NCW. Ik geef hem graag het woord. Dames en heren, goedemiddag. Ik hoop dat u me allemaal kunt verstaan, want ik begreep in de pauze dat het achterin heel lastig was om te volgen wat hier werd gezegd. Maar ik zie in het stemmen geknik. Twee belangrijker dan wat ik heb gedaan, waarmee ik net werd geïntroduceerd, is er, geloof ik, belangrijker antwoord te geven op de vraag waar je bent geboren. Ik ben geboren in Kuikens Sint Agatha en niet in Haarlem. Het is maar dat u het weet. En twee, om in te haken op het verhaal van de voorgaande spreker, wij gaan hier niet staan somberen, want een bedrijf als Philips dat leeft van vooruitgang, van kansen en mogelijkheden en niet van allerhande moeilijke beslommeringen. Daar proberen wij een antwoord op te dichten. Mijn verhaal gaat vanmiddag over technologie en innovatie in de zilveren eeuw. En ik plak aan dat verhaal vooraf even iets vast om iets te vertellen over Philips als achtergrond. Zeer beperkt, maar wil daar ook voorafgaand een boodschap in lanceren die hoop ik ook goed aankomt. Als er aan het einde van mijn verhaal dan nog tijd over is, dan wil ik graag nog iets vertellen over concrete projecten die op dit moment spelen en die misschien ook voor de discussie zoals die hier loopt een goede bijdrage kan leveren. Even iets over Philips zelf. En ik ga u alle cijfers die hier staan even besparen. We komen aanstaande maandag met de jaarcijfers. Dus ik ga dan nu verder geen oudbakken gegevens hier aan u voorschotelen. Wat misschien wel aardig is voor u om te weten, is dat, wat zien wij ons onze opdracht? Wij willen graag een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het leven door gemak te bevorderen, gezondheid, entertainment op basis van zinvolle technologie. En wij doen dat op drie speelterreinen. De eerste is licht. De tweede is gezondheidszorg en de derde is consumer lifestyle. Onze merkenbelofte is sense and simplicity. Ik gaf u al aan, zinvolle technologie. Wij willen u graag producten en diensten aanleveren die prettig zijn voor u, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken hoe het nou allemaal precies werkt en dat doet wat u graag wil. En tot slot geloven wij dat duurzaamheid het absolute fundament is voor verdergaande groei voor ons. Ik zou daar een heel apart verhaal over kunnen houden, dat lijkt verleidelijk, maar dat zal ik u verder besparen. Op de drie speelvelden die ik u aangaf, willen wij graag op elk van deze drie speelvelden tenminste wereldwijd de nummer 1, 2 of 3 positie innemen. En als u nu even kijkt naar de samenstelling van het bedrijf, we hebben anderhalf jaar geleden de hele semiconductor divisie buiten gezet, zeg ik even onbeleefd. Als je naar de semiconductormarkt kijkt, zijn er twee grote wereldspelers van 14% marktaandeel. En dan komt er een hele tijd niets. En dan krijgen spelers van 2 tot 3% marktaandeel waar wij bij zaten. En dan gaat dus een consolidatieslag plaatsvinden. Nou, dan kom je dus nooit bij de top 3, zogezegd. In de andere sectoren is dat wel het geval. Wij zijn nummer 1 op het gebied van shavers, van strijkijzers. Wij behoren tot de top in medical systems, zeker in beeldvormend materiaal. Wij zijn wereldmarktleider op het gebied van licht. En ik onthoud je dan nooit mijn eeuwige spreuk die ik daarbij gebruik. Na de zon geeft Philips het meeste licht op aarde. U lacht daar allemaal bij. Ik kan u verzekeren dat dat zo is. En als ik dan dat haakje maak naar duurzaamheid, betekent dat automatisch dat als de hele wereld spaarlampen zou gebruiken, van Philips natuurlijk, dan zou het Kyoto-protocol in zaken energievoorziening en verlichting verregaand zijn opgelost. Als wij in Nederland allemaal spaarlampen zouden gebruiken, dan zouden wij tot 4 energiecentrales kunnen besparen. Of u dat leuk vindt of niet. Vaak zegt men het is allemaal symboolpolitiek als we het daarover hebben, maar u zult er maar naast wonen. Dan hebt u daar waarschijnlijk een ander idee over. Toewerkend naar het thema van vandaag, innovatie, het woord heb ik al genoemd en ik kom daarbij even tot mijn beginboodschap.
Van onze omzet in 2006 kwam 54% van producten die wij 2 jaar daarvoor nog niet hadden. Dus als u dat even vertaalt naar de dynamiek binnen het bedrijf in termen van businesscreatie, tot marketing en sales, dan gaat de hele wereld bij ons constant op de schop. En mijn definitie van een goede productmanager is ook altijd, hij maakt zijn eigen producten obsolet, want dan bepaalt de vooruitgang. Je kunt het beter zelf maar doen dan dat de concurrenten doet. En in deze rat race zitten wij eigenlijk in. U ziet hier een paar innovaties of introducties in 2007. Ik zal ze u in detail besparen. Misschien in dit gezelschap dan een opmerking over de 27 Tesla's die wij in Nederland hebben geïnstalleerd. Eentje is in Leiden en één is in Utrecht. Dit zijn de krachtigste MRI-scanners ter wereld die ook een enorme verruiming geven aan het verdere onderzoeksveld in de wereld. En ik wil daarbij toch wel opmerken dat er in de wereld staan er in totaal 8 uit van ons en van concurrenten. Dus als je dan toch even de impact ziet van een land als Nederland, dan kom dadelijk nog terug op mijn boodschap, dat Nederland toch geweldige kansen ook heeft en zou kunnen creëren, ook en met name op het gebied van de gezondheidszorg. Want waarom zitten we ook op het gebied van de gezondheidszorg? We zitten er al heel lang in, want wij zijn voortgekomen uit een buis, de lichtbuis, dat werd de radiobuis. We zaten ook heel vroeg al in de röntgenbuizen en zo sinds 1914 Philips ook actief bij medische systemen. Maar als je kijkt naar, wij willen een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het leven, dan zie je ook in de wereld dat de uitgaven aan de gezondheidszorg de komende 20 jaar gaan verdubbelen van 10% van het bruto nationaal product naar 20%. Reken uit uw kansen. En binnen die kansen is het ook nog eens een keer zo, dat als je kijkt naar de uitgaven voor de gezondheidszorg in de wereld, dat 70% van de kosten aan de gezondheidszorg in de wereld wordt uitgegeven in 5 landen. Dat zijn de Verenigde Staten, dat is Japan, dat is Italië, Frankrijk en Duitsland. Wij als Nederland zitten in dat restant. En als je dan ziet wat voor een enorme nood er in landen als China, India en Zuid-Amerika bestaat om gezondheidszorg naar de binnenlanden van die landen te krijgen. In China maken ze zich geweldig veel zorgen dat er dadelijk in de kern van het land onrust gaat ontstaan, omdat alleen maar langs de kust mensen toegang hebben tot welvaart en de binnenlanden niet, dat wij ook een heel nauw verband staan met China om te kijken hoe kunnen we daar iets oplossen. Maar ook wij in Nederland willen graag op het niveau komen van de gezondheidszorg, technologisch gezien, van wat er in de Verenigde Staten zich afspeelt. Dus daar komt een inhaalslag, er komt een enorme drang om behoeftebevrediging te creëren en dat geeft natuurlijk voor ons allemaal fantastisch veel kansen. Nu even toewerken naar innovatie in Nederland, want ik vind toch dat u dat even moet weten. Wat u hier ziet zijn de uitgaven door de grootste ondernemingen in Nederland aan onderzoek en ontwikkeling. En toevallig is het in Nederland zo dat 50% van de private onderzoekskosten worden uitgegeven door Philips en voormalige Philipsbedrijven in Nederland. En toevallig is het ook zo dat 50% van die onderzoekskosten ook nog eens in Eindhoven plaatsvinden en de omgeving. En in weerwil van wat de minister van Financiën deze week zei, heb ik hier ook een boodschap aan vast te knopen die simpelweg luidt als China Philips zou kopen. Even theoretisch. U lacht, maar desalniettemin. Anders geef ik nou graag de floor aan de heer Renoy Kan. Maar als China Philips zou kopen en China zou zeggen, ik laat projecten weglekken, want in Singapore en de nabijheid kan ik dat veel beter doen in Nederland. Of ik stop er dan maar gewoon mee, even theoretisch. Dan blijft er in Nederland geen technische universiteit overeind staan. En geen technologisch instituut, want zo zit het netwerk in elkaar. En zoals wij in Nederland gewend zijn te kijken naar de wereld, is dat wij bemoeien ons met Enschede, de kop van Noord-Holland of de laars van Zuid-Limburg. Terwijl Nederland zich eigenlijk moet plaatsen in het perspectief, wij zijn ook maar een kleine provincie in een globaliserende wereld. En dat betekent ook naar probleemstelling en probleemoplossing in dit land, wij geneigd zijn allemaal naar dat hele kleine stukje te kijken. En dan zitten we allemaal te miezenmuizen, ook als het gaat om oplossingen voor de gezondheidszorg, zal ik u straks nog vertellen, wat ons geweldig in de weg zit. En dat is die internationale focus en dat stuk ambitie en dat je op niveau terugbrengen waar we onszelf graag zo geplaatst ziet, waar eigenlijk de grootste uitdaging voor ons zit in dit land om zaken op te kunnen lossen. Ook voor het thema van vanmiddag. En ik wil er toch even op wijzen hier, want u ziet hier Philips, ASML, FEI, NXP, dat zijn allemaal voormalige Philipsbedrijven.
dat heel veel daarvan afhangt in wat wij op het gebied van zelfscheppend vermogen in het land voor elkaar brengen. Je moet er niet aan denken dat het ophoudt. En dan denkt u misschien, hij preekt voor eigen parochie. Misschien is dat wel zo. Maar ik praat ook als Nederlander en vader van 3 kinderen die graag ziet dat er ook rijkdom aan mogelijkheden in de toekomst blijft bestaan. Wij kwamen er, en daar zijn wij een grote partij, toch een aantal jaren geleden achter dat de wereld ook voor ons steeds complexer en duurder wordt. Je kunt dingen niet meer alleen. Ik geef u een voorbeeld. Wij richten ons nu op de gezondheidszorg. In Eindhoven sturen wij het product voor moleculaire geneeskunde aan. Waar wij op moleculeniveau in lichamen kunnen kijken en daar ongerechtigheden op moleculeniveau ook kunnen gaan bestrijden. Dat is een open samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, universiteiten en andere bedrijven. Wij noemen dat open innovatie. Wat je samen bij elkaar kunt brengen, samen weet je meer dan alleen, dat je je harnasje openmaakt om te delen wat je weet en bij een ander te halen wat je zelf niet weet. Vroeger zouden wij zeggen, wij deden namelijk altijd alles van zand tot klant, zouden wij opnieuw in dit geval ons richten op pharma of op vloeistoffen. Maar daar weten wij niets van. Er zijn andere partijen die er veel meer verstand van hebben dan wij. Dus waarom zou je dat niet samen doen? En dit is wat met name in Nederland iets absoluut noodzakelijks is om dat in te vullen. Omdat in de netwerken, en daar werd mij in de briefing uitdrukkelijk naar gevraagd, dit land in de nabijheid van alle resources zoveel kansen biedt als het gaat om proximity van kennis, dat wij veel meer zouden kunnen bereiken dan wij misschien in onze eigen ambitie denken. En ik hoop echt dat met name dat project van moleculaire geneeskunde hier het bewijs zal leveren dat als ook de ziekenhuizen uit hun schulp kruipen, ook andere bedrijven en zich verenigen in een stuk samenwerking, dat je in één keer een world-class performance kunt creëren in het zoeken van oplossingen. Als ik uit mijn kantoor aan de Bosdijk in Eindhoven het raam kijk, zie ik 2 ziekenhuizen staan. Het ene is Catharina, het andere is Maxima Medisch Centrum. Die liggen zo dicht bij elkaar dat als de directeuren naar buiten zouden lopen en een steen zouden pakken, kunnen ze bij elkaar eruit ingooien. Maar ze hebben allebei een verschillend IT-systeem, ze hebben een andere wasserij, ze hebben een andere cateraar, ze hebben alles anders. Waarbij je eigenlijk zou zeggen als leek, dat het verschil in een ziekenhuis maak je toch in de zorg, in de behandeling of aan het bed, nietwaar? Dus waarom zou je nou druk maken om de rest, deel dat of pak het beste van elkaar? En dit is eigenlijk toch de boodschap die ik heb in die open innovatie van zorgverleners, van verzekeringen, van geneeskundigen. Dat als wij niet over ons eigen heilig huisje heen kunnen stappen, veroorzaken wij onze eigen problemen. En wij kunnen op een gezonde manier een hele goede straatvechter zijn met wereldkwaliteit die voor andere delen in de wereld iets fantastisch zou kunnen brengen. Ik wilde dat even op voorhand u allemaal zeggen. Inmiddels is op de campus in Eindhoven werken meer dan 7000 mensen, 50 bedrijven. Binnenkort komt IBM daarbij met 150 medewerkers, Sun Microsystems zit daar. We hebben er 500 miljoen in geïnvesteerd. En ik hoop dat dit veel meer belangstelling in Nederland gaat trekken, want wij maken ons druk over Schiphol en Zuidas, splitsing van elektriciteitsnetwerken en lege containerdozen in de haven van Rotterdam. Maar waar wij het allemaal eens zijn dat dit land het in de toekomst van kennisontwikkeling moet hebben, maken wij ons over de borging van kennisontwikkeling nul en geen allerlei zorg. Herinnert u zich nog even wat ik zei? Kalm. Als China Philips koopt, weet u wat daarvan de consequenties zijn. Wat wij doen naast moleculaire geneeskunde in Nederland is, we hebben natuurlijk het MRI-know-how in zeer sterke mate in Nederland zitten. We hebben een up-to-date life science facility op de campus staan, waar, heb ik begrepen, menig hoogleraar zijn vingers bij aflikt om te zien wat er toch een state-of-the-art is. En we gaan in toenemende mate onze onderzoekscapaciteit richten op de gezondheidszorg. Ik kom nu even aan mijn verhaal, want zover was ik nog niet eens. Gezaghebbende economen zijn het erover eens dat de gezondheidszorg de komende decennia een van de grootste aanjagers van de wereldeconomie zal zijn. En we denken daar bij ons natuurlijk precies over. En we hebben om die reden natuurlijk de medische tak de afgelopen jaren ook op een forse manier uitgebreid. Niet alleen via organische groei, maar ook door een aantal acquisities zoals recent Respironics in de Verenigde Staten. We krijgen er in één klap in de maand 12.000 collega's bij. De Verenigde Staten die ongeveer in zijn eentje de helft van de wereldgezondheidsmarkt in de wereld vertegenwoordigt. En op zo'n manier zijn we dus ook een top 3 wereldspeler in medische apparatuur geworden. Beeldvormende diagnoseapparaten zoals röntgen, CT, MR, PET en ultrasoundscanners zijn en blijven een belangrijke activiteit van ons.
Maar we doen meer en veel meer. En nemen onze interventionele x-ray systemen die de katheterisatieprocedures fungeren als de ogen van een interventiecardioloog of radioloog. Apparaten die ertoe bijdragen dat er minder hoeft te worden gesneden, als ik het zo mag zeggen. Less of minimally invasive noemen we dat. Voor patiënten minder belastend en omdat ze sneller weer op de been zijn, bespaart dat ziekenhuiskosten en bij patiënten met in baan ook nog eens verzuimkosten. Healthcare IT, nog zo'n grote en groeiende activiteit van ons. Ons Patient Archiving and Communication System, kortweg PACS. Het verzamelen, ordenen en distribueren van alle digitale beelden die in het ziekenhuis worden gemaakt. Weg die mappen met röntgenfoto's die weer als onvindbaar zijn, omdat een collega specialist ermee aan de haal is. Snel en simpel oproepbaar op elk geautoriseerde monitor in een ziekenhuis. En straks eventueel ook door de huisarts en door meerdere specialisten tegelijkertijd te bekijken, vaak in 3D. Ik kan u meer voorbeelden geven, maar laat ik dat even niet doen. Wat ik u hoop duidelijk gemaakt te hebben is dat Philips anno 2008 op een breed medisch terrein zijn mannetje staat. En ik kan u zeggen, met die verbreding gaan wij door. En daar zit natuurlijk een doordachte, heldere visie achter. We werken er hard aan om in alle onderdelen van de zogenaamde care cycles actief te zijn. Dus niet alleen bij het diagnose stellen en operaties of behandelingen, maar ook bij wat daarvoor komt, namelijk preventie, en wat daarna komt, de nazorg. De care cycles waarop we onze pijlen richten zijn onder meer hart- en vaatziekten en kanker. Er zijn in feite 3 care cycles waar we ons op richten. Dat is cardiologie, oncologie en women's health, de gezondheid van vrouwen, met borstkanker als een van onze speerpunten. Ik kom daar nog even op terug. Dat care cycle denken is vooralsnog geen gemeengoed. Pratend over de gezondheidszorg gaat het vrijwel altijd over ziektes, over hoe we zieke mensen beter kunnen maken. Hebben we het over het marktpotentieel in de gezondheidszorg, dan doelen we op diensten en goederen die helpen om ziektes te genezen. En daarbij hebben we ons vergoedingenstelsel zo ingericht dat artsen worden betaald per dienst, per operatie, diagnose, recept. De verwachte uitkomst van die dienst in de zin van, heeft de patiënt er echt baat bij gehad, speelt een andere rol. En dat is voorzichtig gezegd natuurlijk eigenaardig en op termijn ook niet vol te houden. Tenminste niet als we de gezondheidszorg en betaalbaar en op het huidige niveau willen houden, laat staan naar een hoger niveau willen tillen. En dat laatste willen we eigenlijk toch wel allemaal. Gezondheidszorg zou, denken wij, moeten gaan over gezondheid. We moeten toe naar de situatie waarin alle spelers op het medisch speelveld gezondheidszorg definiëren als het voorkomen van ziektes. En dat is falikant anders dan pas in actie komen als er sprake is van ziekte. Van reactief naar proactief, van een behandeling georiënteerde aanpak naar patiënt of liever mens georiënteerde aanpak. Wij hadden nog niet zo lang geleden minister Kling bij ons op bezoek op de campus. Die adviseerde in deze het boek Redefining Healthcare aan van Michael Porter en Elizabeth Holmsted om dat eens te lezen. Ik zou het u graag aan willen bevelen, want dat deed hij bij mij ook. Alleen ik heb het zelf nog niet gelezen in de tussentijd, dus, maar ik breng toch graag zijn boodschap hier bij u over. De gezondheidszorg verbeteren en tegelijkertijd de kosten in de greep krijgen, dat is de uitdaging waar wij de komende reeks van jaren met z'n allen samen voor staan. En misschien las ik hier nog even dan ook in. Minister Klink zei ons ook, ja, de politiek is altijd zeer korte termijn gericht. Je moet nu een oplossing hebben in de zin van kosten, anders telt het niet mee. Ik heb dat eerder meegemaakt met zijn voorganger, de heer Hogevorst, die ons ook vertelde, kom er nou niet aan met technologie die geld kost en die voorlopig geen besparingen brengt, want dan hoef ik niet naar de Tweede Kamer. De politiek is eigenlijk heel korte termijn gericht in deze als het gaat om de gezondheidszorg en om diepteinvestering om op langere termijn zaken te verbeteren. Hij zegt, als jullie, en ik voel dat dat denken nu een beetje aan het wijzigen is, kunnen komen met oplossingen die ervoor zorgen dat je de warme handen in de zorg overeind kunt houden en dat je de druk op de arbeidsmarkt in de zorg kunt verminderen door het toevoegen van technologie, dan zou ik als minister van Gezondheidszorg buitengewoon gelukkig zijn. Maar goed, de bewuste en mondige mens van nu verwacht niet anders. De patiënt wordt consument, heeft gezondheid bovenaan zijn of haar lijstje gezet, wil zelf keuzes kunnen maken. Accepteer de rol van leidend, soms letterlijk leidend voorwerp niet meer, maar eist de doorslaggevende stem in behandelingstrajecten op. Het is aan ons professionals hem of haar die keuzevrijheid te bieden. Aspect daarbij is natuurlijk de vergrijzing. De komende decennia zet die fors door. Niet alleen in onze landen, maar bijvoorbeeld ook in China. Dat hebben we straks gezien, een gevolg van de één-kind-politiek in China.
In 2050 is naar verwachting bijna 30% van de wereldbevolking 60-plusser. Nu is dat de helft. Volgens Amerikaans onderzoek zijn de zorgkosten voor 65-plussers grosso modo 2 keer hoger dan voor de leeftijdscategorie 45 tot 65-jarigen. En maar liefst 4 tot 7 keer hoger dan voor mensen jonger dan 45 jaar. Op de huidige voet doorgaan zou in 2020 in Duitsland, dat ons qua vergrijzing 1 stap voor is, neerkomen op een verdubbeling van de zorgkosten. Dichter bij huis, het RIVM heeft becijferd dat bij ongewijzigd beleid en een gelijkblijvend zorgniveau op den duur 1/4 van de beroepsbevolking in de medische zorg moet werken. En gelooft u er allemaal dat dat gaat gebeuren, zonder dat wij een economische kracht inboeten? Het zal op zijn minst heel moeilijk worden. Inmiddels weten wij dat ook. En dat hebben de heer Klink ook bij een bezoek aan ons laten weten. Dat voorkomen niet alleen beter is dan genezen. Maar ook nog eens veel minder kost. Sterker nog, als je ervoor zorgt dat mensen veel korter en minder ziek zijn, vergroot dat de economische slagkracht van de samenleving in zijn geheel. En dan zitten we toch met z'n allen op te wachten, nietwaar? En dat zijn dus oplossingen die echt iets betekenen voor mens en maatschappij. Nieuwe, efficiëntere en slimmere oplossingen zijn dus nodig om de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te houden en te maken. En een deel van die oplossing, dames en heren, moet ons als inziens komen uit technologie, uit slimme patiëntgerichte diensten en producten die ziektes voorkomen, dan wel patiënten de regie geven over hun kwaal, waarbij technologie een volwaardige of zelfs meer dan volwaardige vervanging is van wat nu nog mensenwerk is. Met name op dat gebied hebben we ons de afgelopen 2 jaar versterkt. We hebben in maart 2006 het Amerikaanse Lifeline overgenomen. Een alarmdienst die abonnees letterlijk met een druk op de knop kortsluit op een callcenter, waar goed getrainde medewerkers met toegang tot alle relevante persoonsgegevens met 2 een adequate actie kunnen ondernemen 24 uur per dag en 7 dagen per week. Lifeline richt zich op senioren en chronisch zieken en ook wel op mensen die tijdelijk in direct contact willen staan met medische hulp, zoals vrouwen in een gecompliceerde zwangerschap. Die mensen wonen niet in een bejaarde- of aanleunwoning, verblijven niet in een zieke- of verpleeghuis. Ze wonen gewoon thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is wat mensen willen. Zolang mogelijk onafhankelijk blijven en de normale dingen blijven doen, aangevuld met meer controle over hun gezondheidsstatus. Lifeline biedt aangesloten ook een reminders service. Die komt erop neer dat men dagelijks, wekelijks of in welke frequentie dan ook wordt gebeld en bijvoorbeeld lifestyle, dieet- en bewegingsadviezen krijgt, of aan medicijngebruik of doktersbezoek wordt herinnerd. En dat werkt. Maar liefst 25% van de ziekenhuisopnames in de Verenigde Staten is het gevolg van verkeerd of vergeten medicijnengebruik. Een thuishulporganisatie deed in 2004 en 2005 een studie naar het effect van Philips Lifeline plus de Reminder Service. En de uitkomst was dat het aantal heropnames in ziekenhuizen verminderde van 86 tot 37% en dat zonder spoedopnames. Ook in Europa zal tele- of thuismonitoring in grote vlucht nemen, denken wij. Naast Lifeline hebben we daarvoor meer ijzers in het vuur. Laat ik me er eentje noemen, dat is Philips Motiva. Deze dienst knoopt thuiswonende chronisch zieken via breedbandtelevisie vast aan het ziekenhuis en straks ook de huisarts. Het systeem stuurt dagelijks gewicht en bloeddrukgegevens naar het ziekenhuis en geeft een seintje als die waarden afwijken. Andersom stuurt het ziekenhuis video-informatie naar de patiënten, bijvoorbeeld informatie over leefstijl, eetgewoonten, bewegingsadviezen, tips over medicijngebruik en dergelijke. En ook hier snijdt het mes aan 2 kanten. Enerzijds blijft de patiënt thuis in zijn vertrouwde omgeving en kan hij een zo normaal mogelijk leven leiden. Anderzijds worden tijdrovende, spannende en dure ziekenhuisbezoeken en spoedopnames voorkomen. Het Sint-Lucas-Andreas ziekenhuis in Amsterdam-West is sinds eind vorig jaar het eerste Nederlandse ziekenhuis dat Philips Motiva in de dagelijkse praktijk brengt. Om te beginnen voor een 100-tal hartfalenpatiënten. En eerder al voerden wij samen met een 6-tal ziekenhuizen in Rotterdam, Enschede en Eindhoven en een zorgverzekeraar een studie uit naar het nut en de kans van slagen van Motiva. Het resultaat was in alle opzichten positief. En geleidelijk aan komen we nu op het spoor dat het verdere implementatie kan krijgen. Overigens leent het zich ook in principe voor andere ziektes zoals astma, COPD en voor senioren die zich thuis veilig willen voelen überhaupt. Vermeldenswaard is ook nog het onderzoeksproject in Europa My Heart, waarvan Philips projectleider is. Hartpatiënten dragen ondergoed met erin sensoren die het hartritme en de ademhaling monitoren. De behandelaars kunnen vervolgens de op afstand verzamelde data meenemen in hun behandelplan. En binnenkort start in Duitsland en Spanje een clinical trial met My Heart.
Een bijzonder en fascinerend vakgebied, ik heb het er straks al over, is molecular medicine, moleculaire geneeskunde. Die ons uiteindelijk in staat zal stellen in het allerprilste stadium ziektes vast te kunnen stellen, al eigenlijk voordat symptomen zich aandienen en te bestrijden. En dat is natuurlijk toch een hele grote stap op weg naar gezond ouder worden. In de preventie spelen onze diagnostische en IT-systemen een belangrijke rol. Eind vorig jaar lanceerden wij op de RSNA, het jaarlijks congres van radiologen in Chicago, onze nieuwe Brilliant CT-scanner. Dat apparaat ziet de kleinste ongerechtigheden in een menselijk lichaam. Het maken van een 3D-scan van een compleet hart duurt wel geteld 2 hartslagen. En de röntgenstraling die daarbij komt kijken is tot 80% minder dan de gangbare CT-scanner. Onlangs hebben we ook bekendgemaakt met Orbis dat wij voor hun ziekenhuis in Sittard alle medische apparatuur gaan leveren en onderhouden. Orbis als medisch en zorgconcern heeft hiertoe besloten om de zorgverlening een stuk efficiënter, moderner en uiteindelijk completer te maken. En door die opdracht die Europees werd aanbesteed aan 1 partij te gunnen, kan zo'n bedrijf de regie uit handen geven in de wetenschap dat alle apparatuur in een ziekenhuis optimaal op elkaar is afgestemd. Dat gaat niet over het leveren van apparaten. Hier gaat het om de rol van meedenker, van consultant, van aandrager, van oplossingen. En dat is wat we willen zijn. Ik hoop u in elk geval duidelijk gemaakt te hebben dat wij ook in onze rol op medisch gebied aan het ontwikkelen zijn tot een brede speler. Tot een bedrijf dat in de hele care cycle van preventie, diagnose, behandeling en nazorg mensgeoriënteerde en mensvriendelijke oplossingen aanbiedt. Wij zijn een verklaard voorstander van care cycle denken en care cycle doen. En als brede speler hebben we dan ook per januari jongsleden afscheid genomen van de naam Philips Medical Systems, omdat wij het nu echt hebben over de marktsector healthcare. En wij denken dat alle partijen op het medisch speelveld de kant van care cycle denken en care cycle doen op moeten. Daar zijn niet patiënten, nee mensen bij gebaat. En dat biedt geweldige kansen om de kostenefficiëntie te verbeteren. En dat zal dan uiteindelijk ook betekenen dat ondanks de vergrijzing we de gezondheidszorg verder kunnen verbeteren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar kunnen houden. En gezien de tijd wil ik het hier even belaten voordat ik dadelijk genegen ben. Nog wat anders eraan vertellen over projecten, maar dat komt dan wellicht een andere keer.